Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Vlog 35. Wat gaan we nog doen? Wat gaan we nog wel zien? Maar nu is vlog 35. En ja, dit is de groene middenmarkt genoemd. Dus ja, vlog 35. Wat gaan we doen? En ja, zie jullie guys. In het volgende keer waar ik iets ga doen, ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik kan zijn dat ik eventjes buiten ga. Ik kan zijn dat ik dit doet, dat doet. Maar ik zie jullie guys in het volgende. Ik heb dus ook een nieuwe telefoon waarmee ik film. Ik film dus met de iPhone SE 32 GB. En ja, ik vind deze wel een leuke smartphone, een leuke iPhone. En ja, straks moet ik naar mijn vader. Misschien ga ik de route naar van hier naar buiten zijn filmen. Misschien ook niet. Zullen we zien wat ik ga doen. Ja, je ziet de groene muur op de achtergrond. Want die past allemaal tegen verfjes de mens maakt. En ja, niet de plafond, maar dat moet wel. Wat dacht ik nog te zeggen? Ik ga nu ook werken. Ja, dat wist jullie al. Maar ik ga nu ook werken in het vak. Wist jullie eigenlijk nog niet? Dat is een broodjeszaak. Voor personen met een. Ja. Met, die niet op de normale arbeidsmarkt terecht kunnen. Dat is eigenlijk een broodjeszaak waar wij zijn mee gestart. En ja. Ik vind het een leuke broodjeszaak. Een broodje leuke werk. En ja. Ik heb er al heel veel vrienden door gehad. Collega's ook. Goede collega's. En ja, ik zie jullie guys als ik thuis ben met mijn vader. En ja, wat gaan we dan doen? Ik weet nog niet, misschien mijn monitor installeren en mijn Xbox eraan zetten. En misschien iets kijken op Netflix. Of misschien wat gamen. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik zie jullie guys dan. Op dit moment ben ik dus met mijn vader. En ja. Het scherm is er nog niet. Volgend weekend gaan we het halen. Dus het weekend dat komt, gaan we het halen. Dus ja, ik dacht dat het er al was, maar het was er nog niet. Maar het volgend weekend gaan we het halen. En ja, nu is het ja, veel gamen op de grote televisie. Ik dacht dat ik op een scherm kon gamen, maar dat is niet zo. Dit was eigenlijk een snelle update van vandaag. Morgen vroeg ben ik er weer met een nieuwe update over hoe ik geslapen heb. En omdat ik naar het werk ga, kan ik 's morgens wel terug vloggen. En ja, over naar morgen. Even een kleine update van vandaag. Ik heb redelijk goed geslapen. Ik ben al gaan werken. Het is nu ongeveer 20:01. Ik ben al gaan werken. Ik ben al van 6:30 wakker. Mijn alarm ging een keer zeg ja. Dan ik moet opstaan. Hè. Ik ben opgestaan. Ik heb me klaargemaakt, mijn medicatie genomen. De deur uitgestapt. Naar het werk gegaan. Daar koffietje gedronken, gewerkt. Dan de bus genomen naar station van Leuven. Dan Leuven taxi, met mijn vader meegereden. En zo naar huis gekomen, nu waar we nu zijn. En iets gegeten. En nu een beetje cola aan het drinken. Die cola die staat hier al. Sinds gisteren of sinds eergisteren? Nee, sinds gisteren. En ik heb eigenlijk nog niet veel van gedronken vandaag. Gisteren wel. Dus ja. Mijn volgende update is deze avond. Als ik buiten sta ofzo. En ja. Ik hoop dat deze video zaterdag of zondag al aankomt.
Dat zou nice zijn, dat die zaterdag en zondag vandaan komt. Want nu ga ik me vooral richten op bewerken. Op iMovie. En ja, dit is eigenlijk een beetje de update van nu. Ik ga zo dadelijk, ik ga straks nog een update doen. Vanavond. Maar voor jullie dan binnen een paar seconden. Even een kleine update. Ik heb vandaag niet zoveel gedaan buiten mijn laptop opgeladen. Ja, mijn bureau wordt geworden. Dat zien jullie zo dadelijk. Wat ik gedaan met mijn bureau. Daar staat tussen een beker en een medaille. Hier staat mijn headset. Hier liggen vier controllers. Deze heb ik gekocht in een Fnac voor 70 euro. Deze, of een van de twee witte, hebben we gratis gekregen bij de Xbox. Deze, ja, hebben we ook bijgekregen bij de Xbox. En deze komt nog van Yuri. Maar die, ja. Dus hier ligt eigenlijk voor waarde aan 200 euro, over de 200 euro aan controllers. Hier liggen mijn games, Forza Horizon 4. Forza Horizon 3. FIFA 17. Metro Redux. Call of Duty Black Ops 3. En Batman Arkham Knight. Eigenlijk Redux. Dat is precies een ding van Redux. Dus ja. Daar hebben jullie de, ja, mijn bril. Die ik eigenlijk zo moeten dragen. Mijn oortjes die ik morgen nodig heb. Ja, een headphone splitter. Onder mijn Xbox staat mijn radio. Daaronder mijn Xbox, daarboven mijn Xbox. Met de Seagate 2 terabyte harde schijf, externe harde schijf. En Logitech of wat is dat ook. Ja, zo'n Logitech webcam. Dat ik live voor ga mixen. Over de radio heb ik nog niks gezegd. Ik heb die gekregen als een cadeau voor nieuwjaar geloof. Dat was 4 of 5 jaar terug dat ik gekregen heb. Die werkt nog altijd. Heel goed zelfs. Ik heb er ook een subwoofer van. En ja, kan je misschien nog een studioromp zetten hier achter mij, misschien of hier naast mij. Daar is misschien een plek voor een studioromp. Je controllers. Deze heb ik zelf gekocht, die drie andere heb ik gewoon gekregen. Ja, heb ik hier gevonden. Dit is een beetje een bureautour geweest. Ja, hier in de bureau zelf zie je nog wat batterijen. Waar liggen die batterijen? Ah, hier. Batterijen van de kruisbot. Maar, nou, ik kan nog wel een tijdje mee toe. Ja. De rest, ik kan nu pas zaterdag laten zien welke monitor ik gekocht heb. En ja, die jullie dan. Voor nu nog eventjes een update doen. Ik ben net gedoucht. Ik had een beetje facetimen met de medeoprichter van Team SW, Sven Wilkins, of Sven Morem. Ik ga daarmee facetimen. Dan ga ik gaan slapen, denk ik. En dan morgen om 6:30 uur opstaan, want ik moet gaan werken. In Spiet zit ook een afdeling van ons in Trabak. We maken soep voor de Spiet morgen en slaatjes en vleesjes en zo. Vegetarische dingen. Dat moet altijd vegetarisch zijn. Niet altijd. We maken soms ook nog eens eieren en spekje en zo. Maar dan zeggen we wel dat dat varkenslezen zit, omdat er moslims werken. Nu. Ik morgen vroeg ga ik nog eventjes vloggen. En ja, ik ga sowieso morgen in de middag nog vloggen. Als ik naar huis aan het gaan ben, misschien in Tegen aan het station eventjes vloggen. Dat zeg ik, ben hier aan het station in Tegen en ja.
Want ik moet eerst van IJzermolenstraat in Leuven, moet ik naar het station van Leuven. Daar moet ik de snelbus nemen naar Tiene station. Tiene station, ik moet zien dat ik op tijd ben. Dan heb ik daar een 3:46 naar Landen, alle richting Landen. Neerwinden. Daar moet ik aan afstappen en daar moet ik naar huis gaan. Wat ook een redelijk tochtje is. 2,5 uur onderweg voor naar huis te gaan. Kan natuurlijk ook wel korter zijn als ik met de trein ga, maar ik kan nog niet alleen met de trein. Ik zou dat wel kunnen, maar als de deuren niet open gaan, begin ik te panikeren. Maar nu ga ik bijvoorbeeld elke ochtend met de trein. Op donderdag en vrijdag ga ik in de avond met de trein. Mijn stiefvader komt dan halen en hij brengt me ook. Dat is leuk dat hij dat wil doen. En nu ga ik ze weer eventjes samen met Chen. Iets drinken. Coca-Cola. Ga ik weer samen met Chen iets doen, die tijdsnit. En misschien een beetje bij mijn vader gaan zitten. En dan ga ik slapen. Want ik moet er morgen redelijk vroeg uit, 6:30. En dan ja, iets halen voor drinken en koffietje drinken of werk. Werken. En ja, naar huis gaan. 2,5 uur onderweg. En ja, ik zie jullie morgen. Momenteel ben ik terug bij mijn moeder thuis. Het was vandaag gaan werken. Ik heb deze morgen weer niet gevlogd. Waarom niet? Ik had geen zin om te vloggen. En ja, ik had gewoon niet veel tijd, want ik moest doorwandelen naar de bushalte. Die aan de Steenweg ligt bij ons thuis. En daar heb ik naar Leuven iets gedronken en naar het werk gegaan, een koffietje gedronken en gewoon gaan werken tot 10:50. Of 1:15 eigenlijk. Dan 40 minuten moeten wachten op mijn bus. Nou, twee bussen kwamen niet opdagen. Waardoor ik mijn bus na 10 heb verspeeld. Die ik dan heb moeten nemen van een uur later. Dan die bus kwam dan iets voor 3 aan in Tiene. Ik naar de dokter moeten wandelen. De dokter was er niet. Naar de winkel gaan, dan de lijst eten gaan halen. Dat ik zo dadelijk ga opeten. Dan de bus genomen naar Neerwinde. Waar ik nu ben. En ja. Nu ga ik eventjes eten. Dan kom ik terug met een nieuwe update voor jullie. En ja. Vond jullie deze video tof? Smash dan tegen de like-button. Abonneer, reageer. En zie jullie graag in de volgende. Op dit moment is het dus woensdag. Ongeveer 10 uur. En ik ben net wakker. Ik heb net iets gegeten. Ik ben al gedoucht en ja, nu wacht ik tot ik naar mijn vader kan gaan. En ja, die route ga ik misschien ook wel filmen. Of misschien een klein stukje filmen. We zullen wel zien wat ik ga doen. Ja, ik moet me nog scheren, maar dat ga ik zo dadelijk doen. En ik krijg weer een melding binnen. Dan gaan we het zo dadelijk doen, dat scheren. Ik heb redelijk goed geslapen deze nacht. Ik heb super goed geslapen. Heel goed zelfs. Ik heb tot 8 uur zo geslapen, 8:30, 8:40 of zo. En dat is echt zo deugd, zo laat slapen. En nu ga ik me scheren. Op dit moment heb ik mij geschoren. En ja, ik zie er weer fresh uit voor naar mijn vader te gaan. En dit mag ik doen. En ja. Ben ik blij dat ik deze video al zo lang heb kunnen maken. En ja, wat vinden jullie al van de video? Laat het zeker weten hier beneden in de comments. Ik zie jullie guys als ik naar huis ben aan het gaan of
Alle kruiden, ja, you. Momenteel ben ik nu dus terug bij mijn vader. Ik was eventjes bij mijn moeder op bezoek gegaan. Je weet wel, om de 14 dagen doe ik dan een keer een dagje. En ja, ik wil aan een bepaalde mensen een shout-out geven. Aan bepaalde mensen die belangrijk zijn in mijn leven. Dus ik hoor jullie al denken aan wie. Op YouTube is het een shout-out aan Sven Wilkens. Hij is medeoprichter van Team S2. Op Instagram is dat DJ Sven Riggs. Linkje komt hier in de beschrijving. En Shania underscore Sven underscore 1102. En de linkjes naar Sven's kanaal. DJ Sven Riggs, ja, dat is ook erg Sven. Zijn Instagram account. Alle linkjes komen hier in de beschrijving. Ga zeker DJ Sven Riggs en Shania volgen op Instagram. En ga zeker abonneren op DJ Sven Riggs. DJ Sven Riggs niet. Op Sven Wilkens. Daar komt ook een leuke video online. En ja. Ga dan abonneren op hun. En volg me op Instagram. En volg mij ook op Instagram. Als je me nog niet volgt op Instagram. Mijn Instagram gaat hier beneden. In de beschrijving staan. En ja. En het is nu donderdag. Donderdag 1 augustus. En ja, ik heb juist gegeten. Iets wat ik normaal gezien nooit doe. Ik heb juist een kruidenworst. Of in Nederland een frikandel. Van gisteren. Nog gegeten. Ja, die was wel lekker koud. Maar ja. Dan heb ik toch iets gegeten. Ik ontbijt anders nooit. Nooit. En nu is onze Roes hier bezig met te wandelen in de tuin. En ik ben ook eigenlijk in de tuin nu. Maar eens kijken hoe dat de tuin ervoor staat. Dus ik heb nu net ontbeten. Mijn kiddenworst. Dat is de eerste keer dat ik het eigenlijk doe. En ja. Ik vind dat wel lekker s'morgens, maar. Ja. Dus jullie juist als ik ben op de ribben of ik al naar huis ga. Ik weet nog niet wanneer ik kan lopen. Momenteel ben ik nu terug bij mijn vader. Ik was in morgen gaan werken. En ja. Ik moest gaan werken. Ik moest om 6:30 opstaan. Maar ik heb om 6:10 opgestaan omdat ik wakker was. Dan iets gegeten, een curryworstje. En dan dan opgestaan. Dan was het ook naar het werk. Gewerkt tot 2:45. Dan van het werk naar huis gekomen. En nu ga ik ze weer het eten gereed maken als mijn vader me belt. Dan ga ik zeggen wat ik ga doen, ze weet. Ik ga ze weet. Na het eten ga ik me douchen en dan misschien FaceTime en ik weet nog niet wat ik ga doen. Misschien gewoon eventjes chillen op mijn kamer. Want we zien hoe laat het is, want het is nu al 5:55 s'avonds. En ja, het is nu al 6:00 s'avonds, dus mijn vader is nog niet thuis. Dus ja, ik weet niet wanneer dat ik het eten kan klaarmaken. En ja, ik hoop dat hij me zo snel mogelijk belt. Goedemorgen kijkers, het is nu vrijdag 2 augustus 2019. Gisteren was ik een jaar aan het werk, volledig een jaar, een volledig jaar dat ik aan het werk was. Dus ja, leuk. Ik was een volledig jaar aan het werk gisteren. En die mensen ook kijken, dat zeggen, wat zit hier naar de camera te kijken en de camera te praten. Die zijn te praten. Maar ik was gisteren dus een jaar aan het werk. Dat jaar was redelijk leuk. Ik heb heel veel meegemaakt in dat jaar. Ik heb mijn eerste werk verloren. Ik ben mijn tweede job bezig ben. Maar mijn eerste werk was ook vrijwilligerswerk en nu heb ik echt een contract. En dat valt mee, dat contract. En ja, ik heb redelijk goed geslapen vannacht. Alleen was het wat kort. Ik hoor het misschien aan mijn stem. Ik ben nog niet 100% wakker.
Maar als je ze zijn op het werk met een koffietje, dan ben ik wakker. Ik zie jullie over de straks. Nu ben ik onderweg naar huis. Ik ben al van de bus afgestapt in Leuven en dan in Tienen. In Paterson bedoel ik. En nu ben ik bijna thuis. Binnen een dikke 10 minuten ben ik thuis. En ja, dan kan ik aan het weekend beginnen. Mijn weekend goed inzetten. Met frietjes te eten en ja. Ik moet het eten klaarmaken tegen mijn pa thuis komt. Weer al, maar dat is leuk. Want dan kan ik zelf kiezen op hoeveel graden per dag de dingen zet, de frietketel. Maar ja, nu ben ik bijna thuis, ik ben aan het tankstation. Zoals jullie zien achter mij ben ik aan het totalen. En ja, ik wil jullie guys al een prettig weekend wensen. Of, ja, hoe was het eigenlijk jullie vakantie? Bij mij, ik heb een week vakantie gehad. En dat is leuk. In mijn week vakantie ben ik heel veel gaan fietsen. Ik heb 150 kilometer gefietst in mijn vakantie. Ik ben met mijn opa en mijn oma op vakantie geweest. Dat was heel leuk. Ik was heel veel op vakantie. Allee, heel veel gaan fietsen op vakantie. En ja, wat doe je als vakantie? Allee. Ik ben dan naar Bredene gegaan, wat heel leuk was, want dan kon ik nog eens in een caravan zitten, wat heel lang geleden was, een jaar geleden. En de eerste dag ben ik naartoe gekomen, om 9 uur s'avonds ongeveer, of 9 of half 10 uur s'avonds, of 9 uur of half 10 s'avonds, ben ik toegekomen. Ik kwam direct gaan slapen, en ik heb nog een beetje naar tv gekeken, mijn laptop geïnstalleerd en zo. En dan zaterdag zijn wij zijn we naar Oostende gegaan, naar de vismijn. Hebben wij vis gaan halen, mosselen gaan halen. Alles kampjes aan mosselen en vis, ja, vis ook. Dan zijn we dat gaan halen. Hebben we dat gegeten. Op een barbecue. Zondag hebben we niks gedaan. Maar zondag was eigenlijk zo rustig en we hadden de Tour de France. Maandag zijn we naar. Dat was op een maandag zeker. Ja, dat was twee weken geleden. Op een maandag zijn we naar Raversieren geweest. Een heel leuke plek als je voor de oorlog bent. Allee, als je geïnteresseerd in de oorlog, daar is de place to be. Want daar kan je echt alles zien van loopgraven en bunkers en wat er ook is. Dan. Dinsdag zijn we een ijsje gaan eten. Woensdag ben ik gaan fietsen. 50 kilometer met mijn opa. Donderdag weet ik niet meer wat ik gedaan heb. Ik weet niet meer wat ik donderdag gedaan heb. Vrijdag zijn we gaan fietsen. Terug naar Oostende. En zaterdag ging ik naar huis. En dan de zondag daarna. 21 juli, onze nationale feestdag. Ben ik thuis geweest en ben ik naar mijn moeder gegaan. En dan de dag erna ben ik gaan werken. Nou, ik nu al terug 2 weken aan het werk ben. En ja, dat sluit zo'n beetje af de vakantie. De vakantie is nu al wel een. Ja, ik moet dat zeggen, een jaar. Allee, 2 weken. Wel, ik heb al een jaar bijna geen vakantie meer. Omdat. Ik ben van school af, van vorig jaar. En nu, toen we gaan werken, heb ik minder vakantie dan jullie dan nog naar school gaan. En ja, heb ik veel minder vrije tijd ook. En ja, ik vind dat jullie nog van geluk mogen spreken dat jullie vakantie hebben. Dat soms onder jullie gaan misschien studenten opdoen. Maar ik heb nooit eigenlijk studentenjob gedaan, ik ben direct gaan werken. En eigenlijk is dat wel leuk gaan werken. Maar het is, in het begin is het zwaar om op te staan. Maar nu ben ik het al gewoon en ja, kan ik al gaan werken. Op mijn eigen ritme. Maar ik zie jullie guys straks over naar vanavond.
Goedemorgen, dames en heren. Het is nu 7 uur, het is zaterdag. En vandaag ga ik mijn scherm halen. Yay! Ik kan nog niet even enthousiast zijn, want ik ben net wakker. Mijn scherm is toegekomen. Yay! En ja, ik heb het €90 betaald. Dat is dus mijn scherm. Het is een BenQ scherm. €89,99 heeft het gekost. En, zoals u ziet, het is een heel leuk scherm. Daar staat mijn... Mijn gamertag van Xbox. Ik wil jullie guys een fijne avond toe wensen. Allee, ja, als jullie deze video natuurlijk in de avond kijken. Deze video was redelijk lang vandaag. De Instagram van Jamaya en Sven staat in de beschrijving. En het linkje naar het kanaal van Sven staat ook in de beschrijving. En het linkje naar mijn Instagram account staat ook in de beschrijving. En ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik kan hem editen en zie jullie guys volgende week terug met een nieuwe video.